Als hij eten wil, vertelt hij dit. Hoe doe jij als je hongerig bent? Je hebt ook zo gereisd. Ready to shop! Vroeger droeg je gewoon tuinbroeken. Ja, tuinbroeken en de trui van je man. Wil je hem uitproberen? Hallo allemaal, mijn naam is Rachel en ik ben een hele goede vriendin van Monique. Vandaag ga ik met Monique mee iets leuks uitkiezen bij de prenatal voor haar kleine André. Ik ben eerder moeder geworden dan zij en misschien kan ik haar nog voorzien van tips. En ik hoop gewoon er een leuk avondje van te maken. Zoals jullie kunnen zien staat Monique al klaar. Dus we gaan de auto in en dan gaan we zo snel mogelijk naar de prenatal. Hallo! We zitten nu dus in de auto onderweg naar de prenatal. We gaan naar de prenatal in het Alexandrium. Dit omdat Monique en ik allebei uit Rotterdam komen. En we weten eigenlijk het Alexandrium op ons duimpje. Yes. Ja? Echt wel. En ik heb eigenlijk een vraag. Hoe zou je jezelf als moeder omschrijven? Oh, wow, moeilijke vraag. Nou, ik denk wel. Ik vind mezelf best wel een leuke, hippe, jong van geestige moeder. Ik ben wel heel erg zorgzaam. Ja, dat weet ik van mezelf. Ik hou ervan te zorgen, maar ik ben niet zo betuttelend. Ik laat hem wel gewoon zelf zijn dingetjes ontdekken en zo. En een keertje vallen, dat hoort er ook wel bij. Ja. Ja, hij gaat nu sinds kort naar het kinderdagverblijf. En dan is hij even natuurlijk een dagje weg. Ja. En dan hebben sommigen ook wel eens de eerste keren dat ze dan denken van oh, mijn kind, dan gaat alles zo goed. Heb je niet gehaald? Nee, helemaal niet. Ik dacht echt van heerlijk, even een dagje van mezelf. Ja. En ik weet gewoon dat het wel goed komt. Die meiden die daar werken, die zijn natuurlijk allemaal daarvoor opgeleid. En dat komt gewoon wel goed. Ja, maar je wordt er ook een betere moeder van als je gewoon tijd voor jezelf hebt. Nou, dat is het ook. Ja, tuurlijk. Ik had het ook echt nodig. Na 8 maanden ging ik dat echt wel merken. Ik dacht van, ik moet echt wat meer tijd aan mezelf gaan besteden. En meer in vrije tijd en wat dingen voor mezelf gaan doen. En lekker gaan sporten en zo. Ja. Ja, dat kan nu. Maar wat voor moeder ik ben, ja, ik vind mezelf denk ik wel een leuke moeder. En ik ben ook echt speels. Ik speel met hem. Ja. En ik ben de hele dag met hem aan het lachen. Hij is echt mijn vriendje. André als baby, wat is zijn karaktertje? Vrolijk. Hij is zo vrolijk. En hij is ook wel heel relaxed, vind ik. Het is geen druk kind. In mijn buik was hij heel druk. Toen dacht ik echt, oh, wat ga ik meemaken? Maar nou, het kan gewoon, hè? Ja, dat kan gewoon zeker. Maar nu, hij is gewoon heel relaxed. Hij slaapt goed en hij eet goed. En vrolijk. Hij lacht naar alles en iedereen. Oh, daar staat hij team. Ook nog? Zo. Het is booming in Rotterdam. Nee, maar dat is Rotterdam. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die ons herkennen en daarom leuk tegen hem gaan doen. Omdat ze dan leuk vinden dat ze hem ook zien. Maar bijvoorbeeld als mijn moeder in het winkelcentrum met hem loopt, ze weten helemaal niet wie zij is. En dan zien ze hem en dan zeggen ze ook altijd, wat een leuk kind. Ja, en die grote zeker. Blauwe ogen en wat is die vrolijk. En dus zelfs dan gaan mensen allemaal naar hem toe. Dus ja, dat is echt zo, ja. Ja, dat laat toch wel zien dat het gewoon een open kindje is. Als hij eten wil, vertelt hij dit. Ja. Helemaal blij. Hoor. Ja, snap ik. Hoe doe jij als je hongerig bent? Dat heb ik zo gereisd. niet met je handjes. Nee, dat niet. Hey Mo, we zijn onderweg naar het prenatal. Heb je eigenlijk wel een idee wat we gaan kopen? Er zijn een paar dingetjes die ik wil. Heel misschien wil ik nog een extra autostoel, omdat ik dat heel handig vind. Omdat we hebben 2 auto's en we zijn steeds aan het wisselen met die stoel. Dus dat zou wel heel handig zijn. Maar nu hebben ze op het kinderdagverblijf zo'n jumper. Daar zit hij dan in en dan kan hij zichzelf zo springen. Leuk. En hij zit helemaal te schaterlachen daarin. Dus ik vind denk ik ook wel heel leuk om daar naar te kijken. Ja. Praktisch dingetje. Ik wil graag een spiegel voor onder mijn autospiegel hier. Want dan kan ik via daar naar achter kijken. Ja. Want nu ik wil zo graag naar hem kijken en ik kijk de hele tijd achterop. Ja, en dat is natuurlijk gevaarlijk in het verkeer. We zijn er! Wat drinken. Ready to shop. Woehoe. Nou, hier hebben we eigenlijk alles wat valt te staan met eten en drinken. Mo, je kunt ook zelf een stickerplaat knutselen met André. Dat je hem erbij betrekt. Dan heeft hij hem zelf gemaakt en dan hang je hem samen op de wc. En dat je daarop dan de stickers plakt. Dus dan is het helemaal zijn eigen projectje. Dan gaat je omzet. Ook een leuk idee. Een spiegel waar ik dus
waar je mee achteraf ja. kijkt? In de auto. Ja. We hebben kleine spiegels, maar we hebben ook grote spiegels. Maar zie dat, mij niet of wel? Hang hem zo of zo? Nou, je bent heel veel kennisrijker. Maar we gaan nu echt even voor de dingetjes die allemaal in je hoofd had. Dit wil ik. Is dat? Zo'n zonnescherm. Ik zie dus allemaal dingen waarvan ik denk, wist ik dit maar afgelopen maanden. Die fase is nu alweer voorbij. Maar ik ben gewoon echt nooit meer naar babywinkels gegaan. Nee? Nee. Vroeger droeg je gewoon tuinbroeken. Ja, tuinbroeken en de trui van je man. Nou, moet je eerlijk zeggen, ik heb zo lang mijn kleding nog aangekund, dat ik op een gegeven moment het gewoon zonde vond om zwangerschapskleding te kopen. Dat ik mijn elastiekje, mijn knoopje en mijn gaatje aan elkaar hield op het eind. Kijk, maar dit is wel super leuk jurkje als je zwanger bent in je feestje. Kijk hoe leuk je er wel uitziet. Ja, zeker. Ja. Helemaal afgekleed. Dat is leuk hoor. Heel leuk. Ja, toch? Ja. Ja. Hallo. Hoi. Maar jullie wilden graag een zoon. Ja. Hallo. En een meid de volgende? Of nog een zoon? Oh, dat maakt me niet uit. Echt niet. Ik hoop dat we ooit nog een tweede kindje mogen krijgen, dat zeker. Maar ik heb altijd gezegd, ik wil twee jongens. Dus ik denk dat het universum mij dat gaat geven. Maar ik zou een meisje ook heel leuk vinden. Want ik denk dat dat voor later voor een moeder ook heel leuk is. Maar ik heb het gevoel dat ik meer een jongensmoeder ben. Ik wilde ook altijd heel graag als eerste een zoon. En dat is me echt gegund. Het ziet er allemaal superleuk uit. Ja. Maar het is niet anti-lek. Dus dan ga je weer op het oog af. Heb je zo'n superleuke beker in je collectie? Zie je? Wil je hem uitproberen? Wat vind je van gematchte kleding met je kind? Soms vind ik het wel leuk als anderen een beetje dezelfde stijl aan heeft als hij. Ja. Ja, en jezelf met bijvoorbeeld sneakertjes of zo? Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Oké. Ik kan niet wachten tot morgenochtend. Dat hij wakker wordt dat ik allemaal dingetjes met hem kan gaan doen. Heel graag gedaan. Gaat zeker lukken. Dankjewel. Graag tot ziens. Dag. Nou, ik ben echt helemaal goed geslaagd. Lekker gewinkeld. Ik was echt blij met je hulp, want jij bent natuurlijk al veel langer dan ik. Ja, dochter is 4. Dus ja, bedankt. Ik ben ook blij met jouw tips. Ja, je hebt van mij ook wel tips. Zeker. Ja. Het was heel gezellig in de winkel. Meiden hebben ons goed geholpen. En ik ben echt goed geslaagd. Ik kan echt niet wachten op morgenochtend dat ik hem wakker kan maken. En dat hij leuk met spulletjes kan spelen. En zo. Ja, ik zie jou helemaal zitten morgen. Ik weet echt wat jij gaat doen. Achter het karretje. Ja.